Maar er is nou eenmaal drama. Als je het nou wil of niet. Cabaretcollega van mij en comedy trainvriendinnetje Floor van der Wal. Zelfde missie. Mensen vrolijk maken, mensen blij maken, mensen aan het lachen maken. Die heeft een show gedaan in Amsterdam. Fietst 2 uur 's nachts naar huis en wordt van achter aangereden door een auto. En 1,5 dag daarna is ze dood. In 1 keer weg. Precies 6 weken daarna. Surinaamse cabaretier Wesje. Razend populair. De grappigste man in Suriname. Die jongen kon niet eens behoorlijk over straat. Hij was de koning van de comedy in Suriname. Hij en ik waren de laatste tijd goede vrienden geworden. Hij zou naar Nederland komen en er waren al meer dan 6000 kaarten verkocht. Elke Surinamer die wist dat Wesje zou komen, had al een kaartje gekocht. Nou, 1 week voordat hij naar Nederland kwam, moet hij nog 1 show doen in Suriname. Hij rijdt er naartoe met zijn auto, gaat over de kop en is in 1 keer dood. Weg. Toen heb ik van hier even hier gezeten. Ik dacht, wat is hier aan de hand? 2 mensen met exact dezelfde missie. Exact dezelfde missie in de bloei van hun leven, in de bloei van hun carrière, in 1 keer weg. En als dit soort dingen in onze omgeving gebeuren, ga je het altijd spiegelen op je eigen leven. Dat je denkt, wauw, wat kan ik hieruit halen? En wat ik hieruit heb kunnen halen, is dat ik misschien wel weet wat mijn missie is, maar ik weet niet wanneer het ophoudt. Dat weet je nooit. Voor hetzelfde geld heeft God bepaald, de dag dat jij ouwe Luxor aan het lachen hebt gemaakt, is jouw missie volbracht. En morgen kom jij naar huis. En niemand hier kan mij verzekeren dat het niet gaat gebeuren. Het kan altijd. Ik denk, wat is hier aan de hand? 2 mensen met exact een missie komen om in het verkeer. Ja, dit kan mij ook overkomen. En wat als het me overkomt? Als dit soort dingen gebeuren, ga je altijd naar jezelf kijken. Ik heb mezelf ineens gevraagd, maar wat als ik morgen doodga? Wat als ik morgen doodga? En ik weet, iedereen hier heeft deze vraag al een keer aan zichzelf gesteld. Stiekem, dat doen we. Wat als ik morgen doodga? Het leuke is, we doen altijd morgen, hè? Vandaag komt nooit goed uit. Nee, ik had al kaarten voor UE, zonde. Nee, ook al ben je boos, hè? Ook al ben je boos, vergis je je niet. Oh ja? Oh ja? En wat als ik morgen doodga? En ik heb mezelf ook die vraag gesteld. Wat als ik morgen doodga? Als ik morgen doodga, heb ik tegen mijn vrouw gezegd, dan wil ik gecremeerd worden. Dus als ik morgen doodga, word ik gecremeerd. Zijn er hier mede-cremateurs? Waarom? Lijkt je beter. Punt. Toch? Ja, dat is een goede reden. Dat is echt geen slechte reden, hè? Dit is een persoonlijk ding. Als jij vindt dat het een goede reden is, is een goede reden. Wie nog meer? Ja, waarom? Waarom? Zekerheid voor alles. Gewoon dat je zeker dood bent. Okay, yeah. Dat is een goede reden. Dat is een goede reden. Wie nog meer? Weer? Waarom? Hetzelfde. Je ziet van die filmpjes dat ze krabbelen in die kist van misschien waren ze nog niet dood. Pardon? U kijkt te veel films. Nee, maar het gebeurt. Ja, ja, het gebeurt. Helemaal goed, jouw reden. Wie nog meer? Cremeer? In Rotterdam worden 8 mensen gecremeerd. Oké. Okay. Dat kan, misschien is cremeren niet zo hip. Dat kan. Wie wil het begraven worden? Niet nu, ik zie mensen schrikken. Ik ga jullie nu begraven. Niet ik, oh, meekomen. Nee. Als je morgen doodgaat, wie wil er begraven worden? Wie? Waarom? Je houdt van tuinieren. Dat is een goede reden. Dat is een goede reden. Ja, ik hou van tuinieren, dus... Mooi tuintje eromheen, ja toch? Mooi. Wie nog meer? Begraven. Waarom? Alle familieleden zijn begraven. Je bent alleen. Hoe oud ben je? 32 en alle... Oh man! Niet eens een oud oom in Engeland, nog oom, niks. Waar is ook dood? Of gewoon begraven, allemaal familieleden. Ik snap wat je bedoelt. Er is een familiegraf met alle familieleden. Iedereen in de familie is overleden, heeft een graf en jij denkt, dan ga ik het ook doen. Leuk, goede reden, goede reden. Wie nog meer begraven? Oh ja, waarom?
voedsel voor de kinderen in Afrika. Wat? Dat is mijn hoofd, zie je? Ik heb, als ik niet filter, en het leuke is, mensen zeggen hij lacht op zijn eigen ding, is niet mijn eigen ding. Ik hoor het ook voor het eerst, snap je? Zo werk ik me ook. Voedsel voor, ja, de wormen en zo. Jij bent begaan met de honger. Honger van de wormen. Goeie reden. Iedereen heeft zijn eigen reden, weet je? Wie nog meer begraven? Oké, er worden 8 mensen gecremeerd. En 3 begraven. Is dat? Dat kan niet, weet je? Is er iets in Rotterdam wat wij nog niet weten, Amsterdam? Dat kan toch niet? Als jij morgen doodgaat, wat gebeurt met jou? Crematie, waarom deed je hand niet omhoog? Je weet het niet. Oké. Als jij morgen doodgaat, wat gebeurt met jou? Weet je nog niet? Je hebt niet zo... Ja. Morgen is over 2 uurtjes, joh. Met u ben je hier. Met je gezin. En dat is de vrouw. Oké. Als jij morgen doodgaat, dan moeten zij het bekijken. Want je hebt het niet gezegd. Oh man, jij lijkt me niet zo'n type. Jij bent niet asociaal, dat zie ik. Maar als je deze... Je kan niet zo leven, weet je. Van, ik leef maar en als ik dood ga, dan moeten ze het bekijken. Is hun probleem, ik ben toch al dood. Zo lijk jij mij niet, weet je. En toch doe je het. Je hebt hulp nodig. Maar ik ga je helpen. Ik ga je niet zo laten. Hoe heet jij? Robert, ik ga je helpen. Want weet je, je hebt misschien niet over nagedacht, maar weet je wat er gaat gebeuren? Jij gaat morgen dood. Je hebt niet gezegd wat er gaat gebeuren. Dus je hele familie zegt, hij heeft nooit gezegd wat er moet gebeuren. Dus een deel van de familie zegt, we gaan begraven. Een ander deel zegt, nee joh, we gaan cremeren. Ruzie, Robert. Ruzie in de familie. Is dat wat je wil achterlaten, Robert? Is dat de erfenis? Nee toch? Nee toch? Met kerst komt niemand meer bij elkaar. Broers en zusters willen elkaar niet meer zien. Met kerst waren er 35 man aanwezig. Met een mooie grote kerstboom. Met veel cadeautjes. Maar dat is niet meer. Gewoon omdat jij niet wilde zeggen wat er moest gebeuren. Kleine nichtjes en neefjes vragen aan hun ouders. Waarom komen we nooit meer bij elkaar met kerst? Omdat oom Robert niet wilde zeggen wat er moest gebeuren. Daarom ja. Daarom. Hè, oom Robert. Hij zei toch dat het ons probleem is? Zie je? Het is ons probleem, ja. Is dat weer toch niet dat mensen dat steeds aan je denken? Als ze zeggen, Robert, ja, Robert, die heeft ons uit elkaar gehaald. Een hechte familie, verscheurd, Robert, om jou. Dat wil je toch niet, Robert? Nee, ik zeg, je hebt hulp nodig. Ik ga je niet zo laten, Robert. Ik ga je helpen. Je hoeft geen dankjewel te zeggen, hè? Ik ga je helpen. Robert. Als jij morgen doodgaat en je moet nu één van ze kiezen, wat wordt het? Begraven. Zie je? Het is eruit. Het is eruit. Het is eruit. Mensen denken niet na, hè? Mensen zeggen, oh, dat gebeurt mij niet. Weet je, mijn morgen is niet morgen. Jouw morgen is dichterbij dan je denkt. Weet je hoeveel mensen vandaag niet zijn wakker geworden die afspraken hadden lopen voor volgende week? Hebben vandaag niet meer gezien. Jouw morgen is dichterbij dan je denkt. Je kan het liever één keer aan iemand zeggen, dan weet je. Ik heb ook tegen mijn vrouw gezegd, luister, ik weet niet wanneer mijn morgen er is, daarom zeg ik het nu. Ik wil gecremeerd worden. En ik vroeg aan haar, omdat wij ook niet weten wanneer jouw morgen er is, wat wil jij? Toen gaf zij mij het meest vrouwelijke antwoord ooit. Zij zegt, cremeren of begraven.